En kijk eens wie er staat. Ja, Epke Sonderland. Dat doe ik ook elke morgen. Ja. Hey. Goeiedag, Rommelzaak. Jessin. En die heeft een turnprobleem, hè? Ja, de kiepelt spreidt zich. Oh, ja. En nou dachten wij, misschien kun jij daar ons wel bij helpen. Ja, tuurlijk. Ik heb genoeg tijd nu. Dus, toch? Laat even zien wat je probleem heeft. Ja, ik wil het wel doen, alleen mag ik dan eerst even warm worden? De schouder moet wel soepel zijn voor de kiep. Nummer 5. Naar voren. Nou, de lenigheid is het probleem in ieder geval niet. En de laatste. 5. Oké. Okay. Oh, ben je lekker warm, Jason? Ja, dat wel. Oké, nou, laat maar even zien. Ja. Het probleem. Jij doet een beetje zo. Niet dat je je armen gestrekt hebt, maar dat je zo opspringt met kromme armen. Daar verlies je een beetje snelheid. En vervolgens kom je met je benen zo omhoog. De oplossing! Wat eigenlijk beter werkt, is als je eerst een zwaaitje maakt. Door een beetje een zwaai te doen, krijg je wat meer snelheid omhoog. Rustig eigenlijk. Te rustig inderdaad. Ja, dus er mag wat meer zwaai bij. Eerst hangen. Ja, en dan heen en weer zwaaien. 1. En dan achter. Precies. Dan weer? Ja. Ja. Ja, precies. De laatste deed het heel goed. Nu weet je dus hoe het zwaaitje een beetje moet. De bedoeling is dat je nu uit stand in één keer in die zwaai komt. Dus het zit er zo uit. 1 en achter. En dan weer staan. Ja. Wat me opvalt, is dat op het moment dat je wil gaan zwaaien, dat je je armen zo gaat doen. Het zou mooi zijn als je je schouders hier kunt blijven, je armen gestrekt. En vanuit hier een tonnetje, een zwaaitje kunt maken. Ja. Nou, nu maak je inderdaad, zo was het veel beter. Als je de zwaai kan, dan kun je genoeg snelheid maken en dan hup, dan kom je zo op de leg. Nou, fantastisch. Heb je er een beetje vertrouwen in, Jesse? Ja, dat wel. Het gaat lekker, hè? Ja. Ja, laten we gewoon gaan. Laten we die ene finale sprong doen en dat moet hier helemaal goed gaan. Dames en heren, hier komt hij, Jason, 10 jaar uit Drachten, 2016, de Olympische Spelen, de opvolger van Epke Sonderland, ook een Fries. Oké, Jason, laten we het zien. Yes! De mooiste tot nu toe. Hoe vond je hem zelf gaan? Ik vond hem wel goed gaan. Heel goed, Epke. Ja. Ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. Nou, bedankt hem maar. Ja. Ja. Want dankzij Epke gaan wij naar de Olympische Spelen 2016. Juist! Olympische Spelen, here we go! Yes! Volgende week zaterdag en zondag om 8:15.